Er liggen nu nog tientallen peuken, maar dit is binnenkort verleden tijd, want vanaf het nieuwe schooljaar is onze locatie aan de Admiraal de Ruiterlaan volledig rookvrij. We dachten, eigenlijk moeten we het gewoon doen. Roken is niet meer een trend, roken is uit. Het is niet meer tof om te roken. En ja, het is wel zo dat nog steeds een heleboel mensen roken. Maar er komt een keer een moment dat er een grens is. En die grens is voor ons nu aangebroken. En we zullen nu ondertussen natuurlijk de huidige generatie schoolgangers helpen met posters. En op de televisie daarin groot over communiceren. En we zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat iedereen het weet. Ja, het zal dus even wennen zijn voor de rokers, maar onder de studenten is ook begrip. Ja, het zat een beetje aan te komen, dat ja, eigenlijk is roken best wel slecht. Het is eigenlijk wel gewoon zo slecht dat het eigenlijk wel gewoon weggehaald moet worden. Ja, niet iedereen vindt het natuurlijk leuk en rokers stoppen niet zomaar. Ik kan zelf bevestigen als ex-roker dat je pas stopt op het moment dat je daar zelf toe gemotiveerd bent. Maar je kunt als school wel een besluit nemen en dat snapt iedereen eigenlijk wel. Voor een school als regel vind ik dat wel prima, want hier moet je eigenlijk andere dingen leren dan roken. Maar je gaat wel echt minder roken als het hier verboden wordt. Ja. Dan wordt het minder makkelijk voor dat, je. Dat sowieso. Ja. Sigaretten worden minder. Jongeren die gaan daar niet mee aan beginnen omdat ze zien het niet in de omgeving. En ze leren het niet van hun vrienden die dat wel doen. Omdat die vrienden dan willen wel apart gaan roken, want het mag niet in de schoolomgeving. Dus het is een goede zaak? Zeker wel. Zeker wel.